Met gepaste trots bood het college van burgemeester en wethouders een meerjarig sluitende begroting aan de gemeenteraad aan. In de begroting staan de plannen beschreven die het college komend jaar wil oppakken en de financiële middelen die nodig zijn om de plannen te realiseren. De raad behandelt de begroting op dinsdag 7 november. In deze begroting in enkele minuten vertelt wethouder Dieteren over het voorkomen en tijdig signaleren van problemen bij jongeren, het in contact komen met mensen die hulp nodig hebben en de ontwikkelingen rond het Binnenhof. In 2024 gaan we verder met onze aanpak rondom positieve gezondheid. In Nederweert willen we dat iedereen mee kan doen. En daarbij kijken we naar het brede sociale domein. En wat we willen is voorkomen dat er problemen ontstaan en zo vroeg mogelijk problemen signaleren. En dat doen we natuurlijk niet alleen. Dat doen we samen met onze partners, zoals scholen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar ook met heel veel vrijwilligers die actief zijn in bijvoorbeeld onze gemeenschapshuizen. Een goed voorbeeld van onze preventieve aanpak is het wijkteam Samen Ein. Dat doen we al in Nederweert en gaan we nu ook oppakken in onze andere kernen. Verder werken we door aan een preventieve aanpak voor onze jeugdigen. Wat betreft een gezonde leefstijl, maar we gaan ook kijken wat hebben onze jeugdigen nou nodig om zich goed te voelen. En daar spelen we op in. Grote uitdaging voor de komende tijd is hoe we in contact komen met inwoners waarmee we niet zo makkelijk in contact komen. Zo kan het bijvoorbeeld gaan over mensen met financiële zorgen, waarvan we via de vroegsignalering wel weten dat er problemen zijn, maar waar we toch geen contact mee krijgen. We gaan op zoek naar nieuwe wegen om deze mensen te benaderen en hebben daar ook hun omgeving bij nodig. Verder werken we met partners aan het verbeteren van onze aanpak bij complexe problemen, zodat inwoners die het betreft zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan en mee kunnen doen. We willen kunnen meten wat onze preventiemaatregelen opleveren. Daarom hebben we vanuit de K80, en dat is het netwerk van kleine gemeenten, aan de VNG gevraagd om ons daarbij te helpen. Want dat is nodig om ook bij het Rijk extra aandacht te kunnen vragen voor financiële middelen. In 2024 wordt het ook weer een belangrijk jaar voor de Binnenhof. Want we gaan aanbesteden, slopen en starten met de ver- en nieuwbouw. Dat doen we in goed overleg met onze gebruikers, waarvoor we ook een tijdelijke huisvesting regelen. Kortom, 2024 wordt een uitdagend jaar. De volledige begroting vindt u op de website van de gemeente Nederweert.